Het meisje is een vriendin van mijn tante die ook ergens in Nederland woont. Nou, je kunt daar ook niet veel over zeggen, behalve dan dat het meisje zelf niet onschuldig was, maar dat is geen reden om iemand zo brutaal te vermoorden. Ze was bankmedewerker bij een bank en had een affaire met haar baas. Ze had ook schulden. Nou, het spel ging door totdat ze zich wilde losmaken van haar baas om met haar verloofde te trouwen, die op zijn beurt het verlies niet kon verkroppen en haar op een zeer zieke manier doodde.